Die heel veel lieve leuke kinderen die vandaag ontzettend hard geoefend hebben om zo meteen allerlei dansjes te laten zien. Ik zie ook heel veel vaders en moeders en ik zie ook heel veel leerkrachten. Maar wat ik wel heel bijzonder vind is dat onze oud-leerkrachten, en kijk allemaal maar eens die kant uit, daar zitten zelfs twee directeuren bij en leerkrachten die jaren voor de klas hebben. Geef ze maar eens een hartelijk applaus. Want onze school, de Albatros, die vroeger Trompschool heette, bestaat op dit moment 60 jaar. Ik ben niet zo oud, dat snap je wel. Ik heb wel een beetje grijze haren, maar niet zoveel. En omdat we nu 60 jaar zijn, heb ik zoiets van, we gaan een feest vieren waarbij er echt gedanst gaat worden. En alle ouders die er zijn, die denken dat ze alleen moeten kijken. Reken er maar op dat je zometeen ook los moet en moet je ook bewegen. Deze fantastische dag is geregeld samen met onze mensen van Dansen in School. En dan ga ik zo meteen de microfoon aan overgeven. Dames en heren, we gaan er een echt dansfeest van maken. Alle kinderen hebben zich prachtig aangekleed. Want dit dansfeest gaan we allemaal dansen doen over de swingperiode. En dat is zo van de jaren 20 tot en met de jaren 60, 70 na de Eerste Wereldoorlog. Toen waren er allemaal swingdansen. Dus we krijgen allerlei stijlen te zien, van de Charleston tot de twist tot de swing. En wie weet gaan jullie aan het einde ook nog wel meedansen. We zullen zien. In ieder geval heel veel plezier en geniet ervan. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around. En als een school jarig is, dan zeg je altijd, hyperpiep! En dan ga je ook zingen. Dat doen we geen 60 jaar, 60 keer, dat is veel te lang. Maar ik heb van dit feestje ontzettend genoten. Jullie ook? Ja! Doen we het over 60 jaar weer. Afgesproken? En de ouders kunnen naar de kinderen. Dansen is leuk, kinderen vinden dansen leuk, wij vinden dansen leuk. Het is een feest voor de kinderen en voor de ouders. En ouders genieten ervan als ze hun eigen kind zien dansen en bewegen. Dus vandaar dat we doen. Het maakt niet uit wie je bent en wat je bent. Dat maakt bij ons op school niet uit. Wij zijn...